Goedenavond. Jullie denken misschien wat een gekke locatie dat hier twee mensen voor de camera staan. Maar wij bevinden ons hier op de Kornbrug. De locatie waar over een aantal weken de kerstmarkt en de ijsbaan weer komen te liggen. En wij willen jullie graag vertellen wat we dit jaar gaan doen. Want we gaan de ijsbaan en de kerstmarkt flink uitbreiden. En dat wilden we jullie even laten zien, vandaar dat we hier staan. Achter jullie, achter waar de camera staan, daar ligt de ijsbaan. En we hebben eigenlijk gezien vorig jaar dat er meer mensen willen komen schaatsen dan dat we aankunnen. Dus we hebben besloten dat we de ijsbaan dit jaar zo'n 20% groter gaan maken. Ook alle faciliteiten voor de bezoekers die graag geüpgraded worden op de baan. En achter ons is het water van de Nieuwe Rijn. En daar wordt dit jaar weer de drijvende kerstmarkt opgebouwd. Nou, we hebben vorig jaar een aantal dingen gezien. De kerstmarkt die wordt steeds populairder, het wordt steeds drukker. En we gaan dit jaar de kerstmarkt groter maken omdat we heel erg tegemoet willen komen aan de beleving van de bezoekers. En we willen eigenlijk die beleving nog groter maken en ze meer een gevoel van een open kerstmarkt geven. Er komen 20, 25 chaletjes bij. Het vloeroppervlak wordt ongeveer 35% vergroot. En we hebben een hele nieuwe indeling voor bezoekers. Dus die gaan flink verrast worden als ze hier aankomen. En dat is nog niet alles. Als je het steegje doorstreekt op de Hooglandse Kerkplein, daar komt het Hooglandse Kerstplein. En daar gaan we een gecombineerde programmering doen, 12 dagen lang, parallel aan de kerstmarkt. En dat wordt een combinatie van een kinderprogrammering samen met Joris Kerstboom van de KRO-NCRV.